Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb niet per se iets in mijn hoofd dat ik denk, daar wil ik het echt met jullie over hebben. Maar ik dacht, we gaan gewoon even kletsen. Ik zit toch in de auto, dus de tijd heb ik. Ik hoop dat ik vanochtend een heel productieve ochtend kan hebben. En we gaan zien of dat daadwerkelijk lukt. Ik heb weer een beetje veel doelen gezet voor mezelf. Dus we gaan zien of dat qua tijd een beetje uitkomt. Ik heb net Lucas weggebracht en ik ga nu naar de sportschool. En na de sportschool moet ik nog een paar boodschapjes doen. En dan hoop ik eigenlijk... Sorry, hè. Dan hoop ik eigenlijk dat ik ook de badkamer, de toilet en de keuken kan schoonmaken. Of dat lukt, weet ik niet. De keuken is voornamelijk de buitenkant. We hebben een mat zwarte keuken en je krijgt er toch wel vingerafdrukken op. Ondanks dat we gewoon greepjes hebben. Maar ja, zeker met Lucas natuurlijk. Die doet een lade ook zo dicht. En ja, ik merk gewoon zelf dat je te zijn tijd toch wel steeds meer vingerafdrukjes weer op hebt. Dus dat ga ik even doen. Ik vind het best wel een karweitje, moet ik zeggen. Vaak doe ik dan een doek met warm water en groene zeep. En dan ga ik dat eerst helemaal boenen en daarna met een andere doek zorgen dat het niet opdroogt in kringen of in druppels. Dus dat het echt streepvrij opdroogt, zeg maar. Dus dat gaan we zomaar eens eventjes doen allemaal. En ook de badkamer even. Op zich valt de badkamer ook wel mee, moet ik zeggen. Sinds we een nieuwe badkamer hebben, doen we sowieso de hele douche iedere keer helemaal droog maken. Dus ook de niches, alle de shampooflessen maken we droog. We doen met een wisser, doen we het glas, zeg maar, doen we helemaal af. En met een andere doek doen we de kitranden drogen en zo. Dus op zich houden we dat wel bij. En hetzelfde geldt voor het bad. Als Lucas in bad is, dan doe ik hem daarna helemaal droog maken dat hij streepvrij is, zeg maar. Dat hij niet te vies opdroogt. En dat scheelt echt een hele hoop. Want nu heb ik eigenlijk alleen maar het gedeelte van de wc en het wasmeubel. Want het wc doen we natuurlijk ook tussendoor geregeld. Ook met hygiëne doekjes en zo. Dus dat valt allemaal wel mee. De camera draait te laten zetten. Ik moet even een beetje iets verzinnen hoor, jongens. Want hij is nog niet zo heel vast. Bij een scherpe bocht dan ligt mijn mobiel de andere kant op. Maar goed. Ik heb nog echt, voor de mensen die, dat hebben jullie vast wel gezien. Maar ik heb echt nog een wat oudere auto. En hij werkt echt prima hoor. Alleen met bepaalde dingen, zoals dit soort dingen, dan... Tenminste niet met dit, ik bedoel met hoe mijn mobiel vast zit in zo'n klem, zeg maar. Ja, dan merk je gewoon dat het een oudere auto is. Omdat tegenwoordig in alle auto's bijna wel navigatie zit. Weet je wel, iedereen heeft zo'n mooi schermpje en kan zijn mobiel connecten. Nou, ik kan connecten wat ik wil, maar dat gaat hem allemaal niet worden. Dus ik heb gewoon zo'n klem waar mijn mobiel in kan. En daar kan ik dan Google Maps of wat dan ook openen om navigatie te gebruiken. En op zich, weet je, het is een beetje dubbel. Natuurlijk, als je een andere auto ziet, kan je wel denken van wauw, wat een mooie auto. Of had ik maar zoiets. Maar aan de andere kant ben ik ook wel heel blij met het feit dat dit gewoon echt 100% mijn auto is. Dat het volledig is afbetaald, dat het helemaal van mij is. Want de andere auto die we hebben is dan private lease. En ja, ik weet niet, ik vind het wel een veilig gevoel. Dat als zou alles als een kaarthuis in elkaar storten. Want ook zo'n private lease auto, weet je wel, het lijkt wel of je dan een mooie auto rijdt. Maar in principe is het gebakken lucht natuurlijk, want er is niks van jou bij. Je huurt iets en op het moment dat jij je betalingen niet meer kan voldoen, staat daar de deurwaarder en wordt die auto gewoon hartstikke meegenomen. En ja, ik vind het op zich wel een fijn idee dat ik dan denk, deze is echt 100% van mij. En is dan niet de nieuwste en de luxe en de mooiste. Ik moet zelfs de raampjes met zo'n handmatig draaidingetje doen. Dus ja, hey. Maar ja, ach, weet je, ik vind het niet erg. Ik heb zelfs een cd-speler, dat soort dingetjes. Die volgens mij zit dat er nu tegenwoordig helemaal niet meer in. Het is een hele regenachtige dag, zoals jullie wellicht zien. Het is echt grauw en grauw.
grijs en donker. Ik vind het een heel raar idee nu dat we bijna op vakantie gaan. Een aantal weken nog hoor, maar het is wel gek nu of zo, weet je wel. We waren alleen maar bezig met Lucas die naar school ging en alles. En daardoor ben je helemaal niet aan het aftellen. Normaal gesproken ga je nadenken van, oh, nog 2 maanden of nog zoveel weken. Of, weet je wel, dan begin je er echt aan toe te zijn dat je denkt van, nou, weet je wel, cool, bijna vakantie. Dan is iedereen op vakantie geweest en iedereen komt weer terug inmiddels. En dan heb ik zelf altijd wel heel veel zin om te gaan. Maar dit jaar was het echt compleet anders, omdat we zo naar de basisschool toe leefden. Hij heeft nu dan zijn 2e week. Hij vindt het super, super leuk. Hij wil echt zo graag. Gisteren was hij tussen de middag van thuis en ik heb hem echt de keuze gegeven van, wat wil je? Nou, hij wilde echt graag weer terug naar school. En ik denk dat ik zo meteen ook die vragen krijg. Dat hij echt denkt, het is nu woensdag trouwens. Ik denk dat hij wel weer denkt dat ook op woensdagmiddag dat er school is. Dus ik denk dat ik hem wel weer even moet gaan overtuigen dat de meester ook lekker naar huis gaat. Want hij zal vast weer terug willen. Het is nu wel leuk, vind ik, dat hij langzamerhand Philips leuker gaat vinden. Dat heeft hij de hele tijd niet zo gehad. Hij kon zich ook niet concentreren om een film echt af te kijken. En nu is hij helemaal gek van Monsters Inc. En dan de eerste, Monsters & Co. Hij vindt het echt super leuk. Hij moet lachen om bepaalde stukjes. Iedere keer dezelfde stukjes waar hij weer om lacht. Maar hij vindt het echt heel grappig. En hij kijkt het keer op keer bijna elke dag nu. En hij vindt de Super Mario movie echt fantastisch. En ik moet zeggen, als je die nog niet gezien hebt, hij is echt heel gaaf. Ik vind het wel jammer. We hebben een paar keer gehuurd op Prime Video volgens mij. We hadden hem beter kunnen kopen. Want we hebben hem dan iedere keer als we hem huurden, dan mag je hem geloof 24 uur kijken of 48 uur. En we hebben hem dan 1 keer, heeft mijn schoonmoeder hem een keer gehuurd. Toen hebben we hem 2 keer gezien. En wij hebben hem nu ook 2 keer gehuurd. En dus nog per keer 2 keer gezien. Dus nu inmiddels 6 keer. Hij is echt zo leuk. Hij zit zo leuk in elkaar. En nu denk ik echt, voor dat geld waar we hem voor gehuurd hebben, hadden we hem echt kunnen kopen. We hadden dat gewoon echt moeten doen. Echt heel jammer. Maar ja, dat zal je weer zien, hè. Dat weet je ook niet van tevoren dat je iets zo vaak gaat kijken. Maar hij is echt heel leuk. Zo. En wat wou ik zeggen? Ja, nou ja, tip. Als je de Mario movie nog niet gezien hebt, moet je hem echt zien. Ik hou helemaal niet zo heel erg van de animatie. Maar ik vond hem echt heel leuk. Ook omdat ik het vroeger zelf heb gespeeld. Dus mocht je het nou vroeger heel vaak gezien hebben of gespeeld hebben, dan moet je hem echt kijken. Dan vind je hem echt heel leuk. Je ziet allerlei monstertjes en je weet precies hoe die monstertjes gaan reageren, weet je wel. Dat maakt het wel heel grappig. Er zitten bijvoorbeeld, ik weet geen naam hoor jongens, maar bijvoorbeeld van die skeletjes en die valt op een gegeven moment uit elkaar. En je weet gewoon dat die elk moment zichzelf weer in elkaar zet en er weer is, weet je wel. Dat is gewoon grappig. Dat staat gewoon op je soort van lange termijn geheugen. Dat vergeet je allemaal nooit meer. Ja, op een gegeven moment wil ik ook wel voor Luc heel graag een Nintendo Switch. Hij gebruikt nu mijn oude DS. Maar ja, die Switch is wel mooi hoor. Dus tezijnentijd gaan we daar wel een keertje voor kijken. Ik weet nog niet precies wat een goede leeftijd is. Maar hij gaat het nu echt wel goed kunnen ook. Want ook die op de Nintendo DS speelt hij die levels gewoon uit in wereld 1. Dus ja, ik denk wel dat het langzamerhand iets is wat wel leuk is. En het zou helemaal leuk zijn natuurlijk als we iets samen kunnen spelen, weet je wel. Dat je ook als gezin wat aan hebt, zeg maar. Maar goed, ik ben dus bij de sportschool. Ik ga door de regen heen naar binnen en ik ga sporten. Ik zie jullie in een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!